En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Pokémon White. We gaan verder. Vorige aflevering hebben wij, we hebben eigenlijk de Pokémon League verslagen. En dus nu ook, zeg maar de baas van Team Plasma. En zo dus ook de eindcredits gezien van het spel. Maar wat blijkt, we zijn dus gewoon nog niet eens klaar. Dus, wat gaan we doen? Naar buiten. It's Lugatru talking to you. I'm sorry, by the way, I want to get the Striton Gym leaders. Everything was over. What? If that's the case, I let Getsuits escape when the Shadow Triads created an opening. Getsuits, the Shadow Triads? I'll tell you later about what happened in the castle. It's more important to ask what you plan to do now, Bianca. You know what? You know what? I'm going to the White Forest. That's the city on the other side of Route 16. When you leave from Nimbasa City. Is dat een hint of zo? Moeten wij daar nou ook heen? Hey, wie is dat? Cedric! It's a nice timing, I see you're all here. Just a moment ago, I got some national Pokédex data from the Ascendants. Since you're here, let's upgrade your Pokédex with the national Pokédex. Ah, nice! Yeah, we hebben nou een nationale Pokédex. Dat houdt dus in dat wij dus ook nu Pokémon uit de oudere generaties tegen kunnen komen. Dus ja, is de Pokédex in principe nog leger dan dat die was. Dus dat houdt in dat wij op zoek moeten gaan naar oude Pokémon. Misschien dat ik nog wat oude Pokémon vang. Wie weet. Maar goed, we moeten dus weer vanaf route 1 beginnen. En bij route 1 moeten we beginnen. Ik ben daar niet blij mee. Maar we gaan even kijken wat wij kunnen doen. Zeg maar route 1. Kijk, ik snap best dat wij bij route 1 moeten beginnen. Ja, dit zijn allemaal die oude dingen, joh. Ik heb daar geen zin in. Is er geen manier dat wij ook naar route 16 kunnen gaan? Kunnen we wel gaan, trouwens. Even kijken, route 16. Hier, White Forest. Oh, daar kunnen we niet heen. Andela Bay. Daar zijn we natuurlijk al nog niet eens geweest. Oh, dat is best slecht. Dus gaan we dat nu even doen. We gaan gewoon even alle steden af die we nog niet gedaan hebben. Is dat deze kant op? Het ziet er naar uit dat wij hier niet verder kunnen. Dat is balen. Alright. Dan moeten we dus via deze kant. Zo. En dan kom je dus er maar net achter dat je dus weer geen Pokémon hebt. Route 16. Maar hier ben ik toch al geweest. Ik kan me herinneren dat ik hier geweest ben, toch? Of heb ik het gewoon niet? Ja, wel toch. Marvelous Bridge. Ja, die heb ik toch wel gehad. Oh. You, huh? Cat sees his car. He went off somewhere along after we rescued him from the castle. From the gate, Cat sees saved our lives. We have sworn to be loyal to him. Even now, after he ordered us not to search for him. Said to give you this. Adamant Orb. As well as this. Lustrous Orb. And also this. The Gracious Orb. Where did he find these? What was he planning to do with them? Why did he give them to you? There's no way to know now. Is he testing you or using you? We the Shadow Triad have always been, will always be loyal servants to Getsuits. Oké, dus we gaan even kijken. Wat zijn die items die we gekregen hebben? Help a Giratina to boost the power of a tracker type. Palkia en Dialga. Wauw. Komen we die dan ook nog in dit spel tegen of niet? Kijk, nou hebben we hier ook nog een paar van die vleugeltjes. Bro, wat zijn er nou toch? Even kijken, waar is die? Oh, daar was die.
Oké. Okay. Maar goed, genoeg getreuzel. We zijn aan de andere kant. En voor de rest hebben we alles volgens mij al. Route 15. Ja, volgens mij ben ik hier... Jawel, hier ben ik wel geweest. Ja, hier ben ik geweest. Wacht, town map. Town map. Ja, zie je wel. Volgens mij ben ik hier wel geweest. Alleen, ik heb die orbs nooit gehad. Of is dat alleen nu? White Forest. Maar eens even rondlopen. Ik heb toch het idee dat dit nieuw is. Gaan we eens even naar de Pokémon Center. Niet dat het echt nodig is of zo, maar dan hebben we in ieder geval onze vliegroute... ja, gehaald. Oké. Okay. It's good to see you again. Maar goed, we hebben dus nu blijkbaar... we zijn nu blijkbaar in het Witte Bos, zoals... ja, als hint werd gegeven voor Bianca. Even kijken wat we hier kunnen vinden. Let's go berry picking together. Welcome to the White Forest. In White Forest, people live in harmony with nature and with Pokémon. Let's say bienvenue... als dat Frans is, dan heeft het geen zin. Oh, kan we hier langs? Nee? Oh. Ah, jawel. Any berries for tomorrow's dinner. So pick some, okay? Did you notice the sky is beautiful today? Tomorrow will be fine too. Oh, dankjewel. Dat is goed om te weten. Is dat korte broeken weer? Geen idee. Let's have a triple battle with the Pokémon I have worked so hard to raise. Ah, waarom niet? Ik zou je waarschijnlijk toch wel verslaan. Daar niet van, maar... ah, ik vind het goed. Reuniclus, Kofacris en... Scrafty. Kijk, Pokémon is voor 65. Holy shit. Oké, okay, wat hebben wij? Wij kunnen Zen Headbutt gebruiken voor Scrafty. Wij kunnen Air Slash gebruiken ook voor Scrafty. En wij kunnen Arm Thrust... Heat Crash. Voor... ik ga voor diepe... ik ga elke keer in ieder geval wel even voor... oh. Tidal Range Focus. Dat wordt de Focus Punch. Maar die wordt onderbroken wanneer je hem aanvalt. Dus bij deze kan die man niet aanvallen. Oh my god. En... wat? Wat was dat? Was dat een Focus Blast? Nee, toch? Of een Focus Punch? Ah, nee. Oké, okay, dat was hem dus wel. Zen Headbutt. Was voor... nee, wacht. We gaan even wat anders doen. We gaan nu voor... Fusion Bolt. Voor Confectricus. Air Slash voor Scrafty. En Embor gaat Heat Crash op Reuniclus. Kijk, Scrafty is sowieso nu dood. Dus krijgt Zekrom ook weer wat XP binnen. En Embor wordt level 66. Oh, 65. Kom op, Reuniclus gaat dood. Yeah. Zekrom van Vescent. Oh. Level 77. Wauw. Een Fusion Bolt op de one and only Confectricut. Die zal toch niet doodgaan? Nee. Grudge. De Grudge. Once a target to bear a grudge. Die aanval ken ik helemaal niet. Vind het zo erg? Oh, wacht, nee. Kut. Want nou mist hij hem waarschijnlijk. Oké, okay, Air Slash ook op Confectricut. En Heat Crash ook op Confectricus. Dus nou is gewoon 3 tegen 1. Yeah.
Confectors fainted. Maar dan weet ik dus niet wat die crutch nou eigenlijk doet. Daar is hij dus te snel voor dood gegaan. Oké, okay, I want always to live with these people. Try a triple battle. Nee, dat doen we de volgende keer. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de volgende voor de rest hier nog te doen is. Dus bedankt jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. Dus, mazzel!